Goedenavond, collega's. Allemaal welkom op de OCMW-raad van 30 maart. Ook aan de mensen die de zitting zouden volgen via Nien of Media, ook allemaal een goede avond. Ik stel voor dat we van start gaan. Ik krijg hier juist het bericht dat we compleet zijn. Misschien toch eerst een mededeling, met name het feit dat onze algemeen directeur Bart Balen vanavond verontschuldigd is en vervangen wordt door Anne Withoek, die de werkzaamheden als secretaris zal opnemen. Ik begin met de A-punten. De A1-punten, mijn excuses, dit zijn de punten waarover de fractieleiders mij melden dat men daar positief wenst op te antwoorden of positief te stemmen. Dat zijn voor de OCMW-raad deze avond 3 punten. Puntje 3, sociale zaken. Samenwerkingsovereenkomst aangaande de arbeidsmatige activiteiten tussen OCMW en het zorgboerderij Vrijkom NV goedkeuring. Puntje 4, samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Nienhoven en groep Intro aangaande de uitvoering van arbeidsmatige activiteiten. Ook een goedkeuring gevraagd. En een derde punt, sociale zaken, samenwerkingsovereenkomst AMA tussen OCMW Nienhoven en Graafland VZW. Ook hiervan wordt de goedkeuring gevraagd. Begin der stemming over deze 3 punten, waarvan de fracties mij gemeld hebben dat ze dit allemaal ondersteunen met een positieve voorstem. Het resultaat van de stemming is 32 voor en iemand heeft niet gestemd. Kan u eens door de lijst scrollen? Ik heb gemerkt dat Caroline van Brabant plotseling de vergadering verlaten had, dus we gaan haar even contacteren. Ja, oké. Maar in ieder geval, het is toch unaniem positief. Dus. Dan gaan we over tot de A2-punten. Dit zijn de punten waar een bepaalde fractie zich. Ik ben er wel, maar ik was juist te laat. Ik was even naar het toilet. Ik ben er wel. We zullen uw stem meetellen voor. Okay, dat is goed. Dank je. Caroline. Dan komen we bij de A2-punten. Logistiek overheidsopdrachten, verpachting, jachtrecht, goedkeuring. Overheidsopdracht, puntje 2. Ontwerp, overeenkomst, bruikleen, 12 percelen, OCMW-grond. Ook hier wordt de goedkeuring van gevraagd. Werd met mij geveld dat de Forza Nienhoven-fractie zich op deze 2 punten onthoudt. Begin der stemming. Guy Dadeleer dient zijn stem nog te verzenden en Femke Dont heeft nog niet gestemd. Ja, het is verzonden, hè? Dan ja, ik geef hem hier het niet correct aan. Ik ga ondertussen wel de stemming gewoon afsluiten. Ja. Acht, tien voor,
En 14 onthoudingen, dat dan 15 moet worden, hè? Ja, klopt. Ja, oké. Okay. Dus de twee voorstellen worden goedgekeurd. Dan gaan we direct over tot de interpellaties. De eerste interpellatie is van raadslid Danny Goeses. Danny, je hebt het woord. Dank u, meneer de voorzitter. Mijn interpellatie gaat over het vaststellen van inkomsten uit sportwedstrijden. Op het bijzonder comité van de sociale dienst wordt af en toe een dossier besproken van amateursportlui die financiële hulp vragen aan het OCMW. Nu, om dat bedrag van die financiële hulp, waar dat de cliënt recht op heeft, vast te stellen, moet er altijd een sociaal en een financieel onderzoek gevoerd worden. Om vast te stellen om hoeveel, welk bedrag ze eigenlijk recht hebben. Dus om die reden moet de cliënt al zijn inkomsten aangeven. Nu stellen wij vast op het bijzonder comité dat sommige amateursportlui beweren dat ze voor sportieve prestaties geen vergoedingen ontvangen. Het gaat dan meestal om voetballers. Nu, wanneer de lokale voetbalploegen gecontacteerd worden om de inkomsten van een bepaalde speler die financiële hulp aanvraagt vast te stellen, beweren deze lokale clubs dat de spelers volledig gratis voetballen bij hen. Nu, iedereen die iets kent van voetbal of die ooit gevoetbald heeft in een amateurploeg, weet dat dat niet klopt en dat spelers uit een ploeg nooit gratis voetballen en wel degelijk een financiële vergoeding krijgen van hun club. Er is dus een probleem, want die inkomsten van die cliënt kunnen niet correct vastgesteld worden en hierdoor krijgt hij dus meer gemeenschapsgeld dan waar hij eigenlijk recht zou kunnen op hebben. Dus er is eigenlijk sprake van een zekere vorm van financiële fraude. Nu, dat schept problemen, dat hebben wij al ondervonden. En daarom vragen wij, hoe gaat het OCMW hiermee om? En welke maatregelen gaat het OCMW nemen om deze financiële fraude in de toekomst te voorkomen? Dank u. Zijn er nog mensen die bij deze interpellatie de eerste ronde wensen aan te sluiten, voor ik het woord geef aan de scheep? Graag in de chat zetten, alstublieft. Hopelijk valt ze niet uit, zoals gisteren. Waardoor dat ik mijn draad wat kwijt was. Ik zie niemand die in de eerste ronde nog wenst tussen te komen. Mevrouw de Scheep. Ja, goedenavond. Uw eerste vraag is, hoe gaat het OCMW hiermee om? Bij elke financiële steunaanvraag worden telkens alle rekeninguitreksels opgevraagd van de afgelopen 3 maanden. Dat geeft ons een duidelijk overzicht over periodieke inkomsten en uitgaven. Elke officiële inkomst is bij gevolg ook zichtbaar op die rekeninguitreksels. En indien andere inkomsten, bijvoorbeeld van kinderbijslag, nog uitbetaald worden via cheque, dan wordt hiervan ook bewijs gevraagd en toegevoegd aan het dossier. Om zeker te zijn dat alle inkomsten uit werk aangegeven zijn, controleert de maatschappelijk werker ook de kruispuntbank. Hier staat elke officiële tewerkstelling is daarop zichtbaar. Op basis van die gegevens dan kan de maatschappelijk werker nagaan of er inkomsten uit de werkstelling zijn of er recht is op werkloosheidsuitkering of een ander sociaal voordeel. Ook wordt aan de aanvrager gevraagd om bij de intake om een document te ondertekenen die zijn akkoord geeft, waarbij wij de financiële instellingen, het KSZ en de openbare besturen kunnen raadplegen voor financiële gegevens. De sociale dienst voert dus wel degelijk een grondige controle uit op inkomsten, maar is natuurlijk enkel gemachtigd om deze onderzoeken te doen die daadwerkelijk ook officieel zijn. Nu, welke maatregelen gaat het OCMW nemen om deze financiële fraude nu en in de toekomst te voorkomen? Dat is een heel moeilijke vraag en tegelijkertijd, ja, ik denk dat wij, als het gaat, u stelt dat hier specifiek over de voetbalploegen, maar hetzelfde kan gesteld worden over mensen die zwart werken bij de slager of een café. De sociale dienst die is niet gemachtigd om persoonlijk informatie bij de aanvrager of van de aanvrager op te vragen bij een werkgever
bij een voetbalploeg, bij een café waarvan dat wij denken, daar gaat hij in zwart gaan werken. Want dat zou impliceren dat die maatschappelijk werker het beroepsgeheim zou schenden. Ook BCSD-leden mogen trouwens deze informatie niet opvragen, omdat ook zij aan dat beroepsgeheim en aan die discretieplicht gebonden zijn. Het beroepsgeheim dat mag enkel geschonden worden binnen wettelijke voorwaarden, wanneer bijvoorbeeld de veiligheid zou in gedrang komen. Wat we wel doen, als er toch wel ernstige vermoedens zijn, is aan de aanvrager vragen om via een document... bijvoorbeeld als het nu gaat over een voetbalploeg, de voetbalploeg te laten verklaren welke inkomsten betrokkenen geniet. Als zij daarbij verklaren dat er geen inkomsten zijn, ja, dan kunnen wij niet meer doen dan vaststellen wat dat er op dat document staat. En dan pleegt misschien de voetbalploeg in kwestie wel financiële fraude, maar is het OCMW niet... de instelling die dat moet onderzoeken. Dus daar is de sociale dienst van het OCMW niet bevoegd om in te grijpen. Het enige wat wij zouden kunnen doen, en als daar vermoedens toe zijn, kan dat ook vanuit de BCSD-leden gevraagd worden, is vragen, is deze instelling rapporteren aan de Belastingsinspectie, die dan een controle kan uitvoeren. En het moet natuurlijk duidelijk zijn dat het aangeven van inkomsten niet alleen geldt voor mensen die van een leefloon genieten, maar voor iedereen die extra inkomsten heeft in het zwart. Dus een controle zou dan tot sancties kunnen leiden, maar wij zijn niet de instelling die gemachtigd zijn om die controle uit te oefenen. Ik hoop dat dat beantwoordt aan uw vraag. Wie wil er tussenkomen in de tweede ronde? Meneer Dazeleer, ik ga ervan uit. Nog mensen buiten meneer Dazeleer en Danny waarschijnlijk. Zijn er nog mensen? Meneer Dazeleer. Ja, dank u wel, voorzitter. De reden dat collega Danny en ik zelf dat hier aan de agenda willen plaatsen, is eigenlijk omdat ik mij al een paar jaar mateloos erger aan het gemak waarmee dat sommige cliënten van het OCMW zich door de diensten begeven en menen te moeten recht hebben op van alles en nog wat. Ze zijn heel goed op de hoogte van hun rechten, maar als het over plichten gaat, geldt dat voor een bepaalde bevolkingsgroep iets minder. En ik ben absoluut niet akkoord met het antwoord dat mevrouw Kozijns geeft. Want dat komt er eigenlijk een beetje op neer dat wij alleen maar goed zijn om te betalen en dat we voor de rest niet te veel vragen mogen stellen. Ik vind dat het onze taak is, mevrouw de voorzitter, dat wij ervoor zorgen. Want u moet weten, leefloon, dat is geld uit de solidariteit. Dat zijn mensen die om een of andere reden niet kunnen genieten via het verzekeringsprincipe van werkloosheid of invaliditeit. En die dus eigenlijk puur aangewezen zijn op de solidariteit van de Innoviter. En het is onze taak, tenminste wij van de Forza Innova-fractie, zijn toch die mening toegedaan, dat wij ervoor zorgen dat die centen terechtkomen bij de mensen die ze echt nodig hebben. En ik heb nogal eens de indruk dat dat niet altijd het geval is. Dus, ik heb u dat al gezegd, naar aanleiding van een concreet dossier, waarbij dat meneer doodleuk meedeelde dat hij in het weekend nog ging voetballen. En toen ik hem dan vroeg of dat hij inkomsten had, dan zei hij van niet. Blijkbaar is het OCMW alleen maar goed als er lidgelden moeten terugbetaald worden van voetbalclubs en voetbalschoenen. Daarvoor komen ze allemaal naar het OCMW. Maar als ze dan nog een keer leefloon komen vragen ook, en ze komen flagrant liegen, dan is het wel een taak van het OCMW om dat op te volgen. En ik denk niet dat we er ons kunnen vanaf maken door te zeggen, ja, we hebben een beroepsgeheim en we kunnen dat niet opvragen. Wij moeten, als we niet zeker zijn, als we twijfelen omtrent bepaalde inkomsten, dan kunnen wij aan de cliënt vragen om daarvan het bewijs te leveren. En als hij daarvan dat het bewijs wij levert, de bewijslast moet bij hem gelegd worden, dan kan er gewoon niet overgegaan worden tot uitbetaling van het leefloon. Dat is de stok achter de deur die wij hebben. Naar aanleiding van een concreet dossier, je weet, ik ga geen naam noemen, want dat mag niet, Veerle. Terwijl dat die gast daar stond te liggen, had ik ondertussen een contact opgenomen met een clubbestuurder van een bepaalde Lidlse voetbalclub. En ik heb hem gevraagd
zonder namen te noemen, mensen die bij jullie in het eerste elftal spelen, verdienen die geld. Ja, zeggen ze. Ja. Er zijn er die met contract voetballen, de betere. Er zijn er die zonder contract spelen. Maar eigenlijk, iedereen krijgt geld. En dat kwam er eigenlijk op neer dat ze minimum, dat zijn dan de, ja, dat de mensen op de bank bij een bepaalde voetbalclub was dat minimum 200 euro in de maand. Minimum. En dan heb ik het nog niet gehad. Dat zijn over niet-contractspelers. Dan heb ik het nog niet gehad over mensen die zwaardere contracten hebben. Wel, als ik op 5 minuten tijd dat kan achterhalen dat spelers van een bepaalde voetbalclub betaald worden, hoeveel dat die betaald worden. En het OCMW kan dat niet achterhalen, dan zitten we eigenlijk met een serieus probleem. Ik kan dat niet verantwoorden aan mijn kiezers dat wij voetbalschoenen terugbetalen, dat wij lidgelden terugbetalen van voetbalclubs. En dat ze dan ook nog niet te komen achter leeflonen vragen. En dat wij daar nog geen rekening kunnen houden met hun inkomsten uit hun hobby. Hè? Want de tijd, ik heb ooit nog een keer gespeeld, je zou het niet zeggen aan mijn figuur, meneer de voorzitter, maar ik ben nooit een keer een spelverdeler geweest bij de Slagskes in Ederasselt. Dat was het Katholiek Sportverbond. Ik ben altijd vrij katholiek geweest en ik was daar speler. En wij speelden toen ook voor 2 bonkjes en een boterham met een kop en mosterd. Voor die tijd is nog tussen al een tijdje gepasseerd. Ik denk niet dat er in Nienhoven nog geen voetbalclub is waar ze spelen voor een paar bonnetjes. En dat is goed ook. Ik heb er absoluut geen probleem mee. Waar ik wel een probleem mee heb, dat is dat die mannen 3 keer langs de kassa passeren. Hè. Hun voetbalschoenen terugbetalen, hun lidgeld van de voetbalclub terugbetalen, terwijl dat elke andere Nienhovener dat zelf moet ophoesten. En dan nog een keer achter leefloon komen vragen en hun inkomsten verzwijgen. Wel, als mensen verzwijgen dat ze inkomsten... Of als mensen bewust inkomsten niet aangeven, dan is dat fraude en dan moeten wij absoluut niks gaan onderzoeken. Het enige wat zij moeten voorleggen, zij moeten zelf de bewijsvoering voeren. Dus ik ben er absoluut niet mee akkoord. En tweede, nog een halve minuut, Guy. Een tweede punt is, hebben de voetbalclubs ook een verantwoordelijkheid. Hè? Ze krijgen subsidies van de stad. Ik denk dat daar ook wel iets mag tegenoverstaan. Ik denk niet dat we van een voetbalclub kunnen aanvaarden als vragen worden gesteld, dat ze zeggen, wij geven daar geen informatie over. Dus dat is een tweede luik, een tweede piste die kan bewandeld worden. Maar in eerste instantie is de leefloner verplicht om zijn inkomsten mee te delen. En als hij dat niet doet, of als hij daarover ligt, dan moeten wij gewoon het principe hanteren dat we geen leefloon niet meer uitbetalen. Dat is het signaal dat wij als Nienhoviter, als beleidsmensen, moeten geven. Hè? Want je krijgt dat dus niet uitgelegd. Je bent over uw 5 minuten aan het gaan, Guy. Nog 10 seconden. Kunt u afronden? Hij krijgt dat niet uitgelegd aan de Nienhoviter die elke dag gaat werken, dat er zo met geld wordt gesmost en dat er fraude wordt gedoogd. Wens er nog mensen tussen te komen voordat ik Danny nog het woord geef in de tweede ronde? Niemand meer? Danny? Micro Danny? Sorry. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik weet dat je gebonden bent aan dat beroepsgeheim, maar we zouden daar misschien ook kunnen gebruik van maken. Hè. Die voetbalploegen die worden allemaal door ons gesponsord door de stad. Die krijgen vrij veel geld. Nu dat men in die voorwaarden misschien een keer zouden opnemen dat men binnen het beroepsgeheim van hen verwachten dat zij die bedragen doorspelen aan ons, wat de mensen krijgen, en dat wij dat natuurlijk vertrouwelijk behandelen en niet gaan doorgeven aan om het even welke instantie. Wij mogen dat trouwens niet, wij doen dat ook niet. Met andere zaken en dossiers gaan wij dat ook niet doorgeven. Dus, en dan zouden wij dat eventueel kunnen koppelen aan het bedrag van een subsidie, bijvoorbeeld. En dan zouden wij eerlijke tarieven hebben en zouden de mensen maar krijgen waar dat ze recht op hebben. En waarschijnlijk zou dat kunnen een oplossing geven aan die subsidiefraude. Allee, het is eigenlijk geen subsidiefraude, het is puur financiële fraude. Misschien moeten we daar toch eens over denken om dat systeem daarin in te werken, dat de ploegen de gegevens wel degelijk doorgeven op vraag van het OCMW dan. Ze moeten dat niet spontaan altijd doen, want dat zou een grote rem zijn. Maar als ze willen subsidies krijgen van de stad, dat ze dan ook moeten financieel meewerken met ons. Misschien daar eens over denken of dat voorleggen. Dat zou kunnen een stap in de goede richting zijn. Dank u wel, Danny. Mooi binnen de tijd. Een tweede reactie van Veerle. Wel, ik wil toch nog eens de paragraaf hernemen
die ik heel duidelijk gezegd heb en waar meneer Dazeleer zegt dat wij dan dat maar aanvaarden als die persoon zegt dat hij geen inkomsten heeft. Ik heb gezegd dat als wij een vermoeden hebben dat er inkomsten zijn, dat er aan de aanvrager kan gevraagd worden om bijvoorbeeld in deze casus nu aan de voetbalploeg een attest te laten opmaken waarin verklaard wordt welke inkomsten hij geniet. Als daarin de voetbalploeg beweert dat er geen inkomsten worden uitgegeven, ja, dan liegt ofwel die voetbalploeg of moeten wij dat voor waar aanvaarden. Als de aanvrager na onze vraag dit om een of andere reden weigert te doen, dan worden die vragen meestal besproken op het BCSD en kunnen wij bijvoorbeeld weigeren om toch een leefloon uit te betalen. Dat is een, dus ik wil toch wel, want u doet precies, ah ja, we zijn content met het antwoord en als we zelfs een vermoeden hebben, doen we daar niet meer mee dan dat. Dat klopt niet, hè, meneer Dazeleer, wat hij gezegd. Ook in die ene casus waar dat jullie daar in jullie achterhoofd hebben, daar werd een document gevraagd aan de voetbalploeg. En de voetbalploeg heeft daar beweerd dat er geen inkomsten waren. En als u stelt dat leefloon geld is uit solidariteit, dan ben ik daar compleet mee eens. Maar zwart werk, dat is ook geld, hè, uit solidariteit. Want als ik belastingen betaal, dan moet ik zoveel betalen omdat mijn inkomsten volledig gekend zijn. En als heel wat mensen met allerhande zijpoortjes en met allerhande technieken hun inkomsten niet volledig aangeven, dan is dat ook geld vanuit de maatschappij en die berust op solidariteit. Dus zwart werk, in welke omstandigheden dan ook, of dat dan nu over een mens met een leefloon gaat of over een mens met een inkomen en zijn extra inkomsten niet aangeeft, dat is altijd zwart werk en dat is altijd fraude. En ik vind het ene niet aanvaardbaarder dan het andere. Dank u wel, Veerle. Danny, u hebt het laatste woord als interpellant. Wenst u nog een beschouwing te doen hierover? Maar heel snel dan. Ik vind het jammer, Veerle, dat je niet geantwoord hebt op mijn vraag, hè, over eventueel er maatregelen aan te koppelen als ze niet meewerken met dat financieel onderzoek. Dat zou hen dan toch de poort openen en dat zou ons dan ook de mogelijkheid geven om binnen het BCSD de mensen wat eerlijker te behandelen en eerlijker om te gaan met ons gemeenschapsgeld. Dus misschien moeten we dat later toch een keer over bespreken om dat een beetje aan te passen. En dat hoeft dan niet doorgegeven te worden binnen alle vertrouwelijkheid. Kunt jij die voorwaarden opleggen aan de ploegen zelf, dus aan de clubs zelf. Dus de speler, dat weet ik wel, dat hij dat moet doorgeven, maar het zou misschien beter zijn dat we daar later toch nog een keer over denken, of dat wij misschien zelf een motie indienen of het een of het ander daar rond. Later, we gaan dat misschien een keer moeten uitwerken, want zoals collega Guy zegt, kunnen we dat eigenlijk niet meer aanvaarden, dat het zo gespeeld wordt door bepaalde fraudeurs. Dank u. Oké, dank u wel. We sluiten deze interpellatie, gaan over naar de volgende interpellatie, ook eentje van Danny. U hebt het woord opnieuw, Danny. Dank u, meneer de voorzitter. Dit gaat over een voorstel over de manier van vergaderen van bijzonder comité voor de sociale dienst. Ik weet dat er ondertussen een overeenkomst gemaakt is met de fractievoorzitters. En ik weet ook dat een burgemeester in haar burgemeestersbesluit geschreven heeft dat dus het BCSD ook een politiek orgaan is. Maar er is eigenlijk een maar, en daarom dat ik tegen u op de commissie ook gezegd had dat ik het wel wou er even over spreken. Nu, in Inhoven vergadert het bijzonder comité voor de sociale dienst alle 3 weken ongeveer. Hè. Deze vergaderingen zijn vertrouwelijk en slechts een zeer beperkt aantal personen kan aanwezig zijn op die vergaderingen. Die beperkingen worden opgelegd, niet alleen door het decreet lokaal bestuur, maar ook door ons huishoudelijk reglement, speciaal het huishoudelijk reglement van bijzonder comité, namelijk artikel 4, paragraaf 2. Nu, omwille van de coronamaatregelen gaan de vergaderingen momenteel op digitale wijze door via de applicatie Teams. Technische problemen zorgen er echter soms voor dat er onderbrekingen en algemeen zijn en dat dat niet handig bevonden wordt.
De laatste vergadering bijvoorbeeld duurde wel geteld 5 uur. We zijn om 16 uur begonnen. We zijn 5 uur later opgehouden. Je moet constant voor je scherm blijven zitten. En er waren mensen, en dat is echt waar, de voorzitter kan dat trouwens bevestigen, er waren mensen die in hun berging moesten gaan zitten om te kunnen volgen. Er waren mensen die in hun gang moesten gaan zitten om een degelijke verbinding te hebben om te kunnen volgen. Dus dat kan eigenlijk niet. Bovendien stel ik mij vragen bij de vertrouwelijkheid van de dossiers die besproken worden. Ik vind dat men die niet kunnen garanderen als we een digitaal vergaderen. We weten immers niet wie dat er allemaal buiten het beeld de vergadering volgt. Huisgenoten die zich in dezelfde kamer bevinden gedurende de vergadering, kotgenoten, vrienden, vriendinnen. Sommige gehoorden zeggen ons zelfs dat ze het gesprek zullen opnemen, hetgeen dat een zware inbreuk is natuurlijk op de vertrouwelijkheid. En dat zijn dan nog de braven die het gewoon zeggen, maar hè, er zijn er ook die het gewoon doen, waar dat iedereen, ze gooien dus de vertrouwelijkheid gewoon in het openbaar. Nu de voorzitter, we gaan er eerlijk in zijn, die zegt altijd dat het verboden is, maar er is eigenlijk absoluut geen controle op. Ikzelf, ik woon klein behuisd. Mijn vrouw, ik kan haar moeilijk vragen om haar 5 uren te verwijderen. Ja, ik heb nu een koptelefoon op, zij kan niet horen wat wij hier zeggen, maar zij kan wel alles volgen wat ik zeg. Dus de vertrouwelijkheid kun je niet garanderen. Nu, de besproken dossiers moeten sowieso geheim houden. Dat artikel 4.2 is enorm beperkt wie dat er aanwezig kan zijn. Dus daar zit het probleem. Dus mijn voorstel is om de vertrouwelijkheid van deze dossiers in de toekomst te garanderen, stellen wij gewoon voor om voortaan de vergaderingen van het BCSD terug fysiek te laten doorgaan. Gezien het comité maar een beperkt aantal leden telt, moet het perfect mogelijk zijn om de vergaderingen op een veilige manier te organiseren. Wij hebben dat trouwens gedaan. In het begin van de coronacrisis hebben wij de gemeenteraadzaal gebruikt, waar we perfect meer dan 3 meter van 2 meter zeker van elkaar zaten. Of boven de grote zaal in het nieuwe sociaal huis hebben we ook gebruikt. De akoestiek is daar niet perfect, maar daar kan makkelijk iets aan gedaan worden. En dat liep perfect. Dan hebben we ook het voordeel dat we de mensen persoonlijk kunnen zien. Want nu, of hun camera werkt niet, het is altijd niet. Dus het is vooral mij om de vertrouwelijkheid van de dossiers te doen. En daarom zou ik graag ter stemming voorleggen aan de geachte leden van de raad hier om de vergaderingen van het BCSD toch fysiek te willen laten doorgaan. Dank u. Vooraleer dat ik het woord geef aan de voorzitter, hebt u dit al voorgelegd op het bijzonder comité? Want het bijzonder comité heeft een onafhankelijkheidsniveau. Dus in principe moeten ze daarover beslissen, hè, Danny? Ja, wij hebben daar al. Hè? En niet op de gemeenteraad. Allee, dat is een juridische opmerking die ik maak vanuit het decreet. Hè? Ja, wel, we zitten hier niet op de gemeenteraad, ook even de moment. Of op de OCLE. Ja. Maar ja, waarom doen wij het hier? De reden is ook omdat de burgemeester heeft nu vastgesteld welke dat politieke organen zijn en hoe dat die vergaderen. Ja? Dat is een van de redenen. De tweede reden, wij hebben dat al voorgelegd, maar momenteel hebben ze dus besloten om het niet te laten doorgaan, terwijl dat wij vinden dat het vooral om de vertrouwelijkheid te doen is, dat we het best zouden doen. En daarom dat wij het hier voorleggen, omdat er dan een beetje meer background is van de OCMW-raad zelf. Maar het is dus al ter stemming voorgelegd op de beluisterlijk. Oké. Zijn er nog mensen in de eerste ronde die hierover wensen te komen voordat ik de voorzitter van het BSC? SCSD, bijzonder comité, het woord geeft. Ik vind het altijd moeilijk om uit te spreken in die afkorting. Nee, niemand in de eerste ronde. Het antwoord van de voorzitter. Dus mevrouw de Schepen. Ja, goed. De beslissing om digitaal te vergaderen is enerzijds wettelijk mogelijk. Je kunt dat ook nalezen op de website van Binnenlands Bestuur. Waaronder meer specifiek over het bijzonder comité gezegd wordt dat die mogelijkheid er bestaat om zowel fysiek, hybride als digitaal te vergaderen. Dan het feit dat wij digitaal overleggen is inderdaad ook een beetje zoals de voorzitter aangeeft, steeds in onderling overleg tot nu toe genomen tussen de verschillende fracties die in het BCSD zetelen.
Nu, gisteren is inderdaad ook via het burgemeestersbesluit dat bekrachtigd en gesteld dat ook het BCSD digitaal dient te vergaderen. En ik sta daarachter waarom overal in ons land geldt dat telewerken verplicht is. Dat al sedert 19 november en dus als norm kan gehanteerd worden. Nu, ik denk dat wij als bestuur een voorbeeldfunctie hebben te vervullen in deze. En ik ga daar zeker mee akkoord, hè, Danny. Het laatste BCSD, 5 uren, dat zijn marathons achter die... achter dat scherm waar je dat je moet zien vol te houden, waar dat ook eens niet even een ademruimte bijna kan genomen worden. Maar dat zijn beperkingen die iedereen nu aanvoelt bij dat telewerken. En we lopen inderdaad ook af en toe tegen internetproblemen aan, maar ook dat geldt voor iedereen en mag volgens mij geen excuus zijn. Nu opnieuw de cijfers toch wel stijgen en ook de besmettelijkheidsgraad van het virus door die Britse variant aanzienlijk hoger ligt. Dus ik zou voorstellen daar niet van af te stappen. Nu, als u stelt dat het Sociaal Comité maar een beperkt aantal leden heeft, dan is dat inderdaad zo. Voor wie niet vertrouwd is met BCSD, ga ik dat even toelichten. We hebben 4 leden vanuit de meerderheid. 4 leden vanuit de oppositie en 2 diensthoofden die aanwezig zijn, dus 10 vaste leden. Daar komen een 15 à 20 maatschappelijk medewerkers, individueel elke keer, dus niet tegelijkertijd, maar 1 per 1 hun dossiers toelichten. En gemiddeld hebben wij toch wel 2 of meer gehoorden per zitting. Dat maakt dat je toch snel met 25 mensen in een bepaald lokaal hebt gezeten en dat het toch de kans of het risico op een besmetting reëel is onder de aanwezigen. Stel dat dat zo zou zijn, dan zou dat een aanzienlijke impact kunnen hebben op de werking van de sociale dienst. Want misschien moeten dan wel heel wat maatschappelijk werkers of de diensthoofden in quarantaine geplaatst worden. En zou de dienstverlening en de permanenties in het gedrang komen. Iets wat dat wij geprobeerd hebben, ook in de eerste lockdown, om altijd zo optimaal mogelijk toch te zorgen dat die dienstverlening eraan bezig was. Als u zegt rond die vertrouwelijkheid, dat die niet kan gegarandeerd worden, dat klopt. Ik denk dat het natuurlijk aan elk BCSD-lid aan zich is om ervoor te zorgen die vertrouwelijkheid wel te garanderen. Je kunt dat ook zeggen als we de dossiers lezen en het is ook niet gegarandeerd dat de BCSD-leden daar ook met andere mensen niet gaan over praten. Dus het is sowieso de verantwoordelijkheid, dat is ook wat je doet bij je eetaflegging, om ervoor te zorgen dat die vertrouwelijkheid toch gegarandeerd wordt. Stel dat mensen omwille van, u zegt daar, ja, sommigen moeten in hun berging vergaderen. Mensen mogen zich altijd naar het sociaal huis komen om van daaruit te vergaderen. We stellen altijd computers ter beschikking. Die van waaruit kan vergaderd worden. Dat is ook zo voor de gehoorden die ofwel van thuis uit ofwel vanuit het sociaal huis kunnen gehoord worden. Dus ik denk dat we... Er zijn beperkingen. Absoluut, ik ga daar volledig mee akkoord. Maar ik denk op dit ogenblik dat de voordelen net... En als het gaat over voordelen, dan gaat het vooral over de gezondheid van onze medewerkers. Dat die toch wel net iets meer opwegen dan de nadelen. En die nadelen, dat dan natuurlijk de taak van elk BCSD-lid afzonderlijk is, om daar zo goed mogelijk op toe te zien, om die vertrouwelijkheid te garanderen. En als het gaat over het logistieke, dat zeker mensen altijd binnen het sociaal huis mogen komen vergaderen. Dan zorgen wij daar voor een aparte ruimte waar ze kunnen zitten. Dank u wel, Veerle. Zijn er mensen buiten Danny, die ik straks het woord geef, die in de tweede ronde hierover ook iets kwijt willen? Of willen tussenkomen? Hallo, voorzitter. Ik heb het toch woord gevraagd. Voorzitter.
Ja, doet u maar, Renate. In de chat gezet, voorzitter. Ja, Miss Tanja eerst. Wacht, misschien eerst Renate. Ja, is Tanja of mij? Jij. Hey, wel. Jij mag eerst. Ja, ik heb dat nu allemaal gevolgd. Maar Danny, de tijd, daar toch niet te veel over hebben, jongen, want wij hebben 6 of 12 jaar van 6 uur tot 11 uur vergaderd. Van 6 uur tot 11 uur. Misschien wel 12 jaar aan het stukje. Maar in deze tijd is dat natuurlijk niet verantwoord voor zolang voor de niet goed werkende computer te zitten. Hè. Als ik dat hoor, dat niet goed werkt. En voor de veiligheid en voor de geheimhouding is het zeker niet goed. Maar ja, in onze tijd heeft het toch te lang geduurd. Hè. Ja. Ja. De burgemeester, het is aan u. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik weet niet welke taal dat ik in mijn chat schrijf, maar ik heb dat gisteren ook voor gehad, dus mijn excuses. Nu, wat dat het burgemeestersbesluit betreft, die we gisteren hebben bekrachtigd, allee, ik dacht toch ook wel dat dat een akkoord was die het voorwerp uitmaakte van een onderhandeling tussen alle partijen. En uiteraard wordt het BCSD daar ook als politiek orgaan naar voren gebracht. Nu, wat die vertrouwelijkheid, ik ga misschien een beetje in herhaling vallen wat Veerle gezegd heeft, want die heeft dat heel duidelijk ook toegelicht en ik sta daar volledig achter, voor alle duidelijkheid. De deontologische code is wel duidelijk, ook als je de vertrouwelijkheid gaat schenden, ja, dan maak je een overtreding als lid van het BCSD en dat kan natuurlijk zware gevolgen hebben, zowel voor de cliënt als voor de betrokkenen. Dus die vertrouwelijkheid die moet absoluut gegarandeerd blijven, of dat je nu vergadert op digitale weg of dat je vergadert fysiek. Dan moeten we toch wel ook erkennen dat heel wat mensen soms in bestuursorganen ook gezondheidsproblemen hebben, waardoor zij absoluut niet wensen te komen naar een vergadering als je weet dat, dat de gezondheid hier wel een van de belangrijkste elementen is om die beslissing te nemen. Ja, er zijn mensen met gezondheidsproblemen die zelfs van hun arts niet kunnen aanwezig zijn op fysieke vergaderingen en dan zeker in de huidige situatie waarbij dat de gezondheidscrisis toch wel heel hard toeslaat. Dan wat Veerle zegt is ook essentieel met betrekking tot het telewerk. Hè. Telewerk is verplicht. Er wordt ook heel streng op toegezien. Dus zowel de overheid als bedrijven die moeten een registratie doen nu van het telewerk. Dus ze moeten dat voor 6 april indienen en dan per maand 1 keer registreren wie telewerk doet met de bedoeling van daar ook dus controles op te doen. En op dat vlak hebben wij dus ook een voorbeeldfunctie en de overheid die hoort daar ook bij. Een ander gegeven is natuurlijk ook wel een stukje het welzijn van de mensen die een vergadering bijwonen. Ik kan dat erkennen dat je na een paar uur echt wel op dat scherm beu gezien bent. En dan is het misschien niet slecht om daar een pauze in te voeren. Voor alle duidelijkheid, meneer de voorzitter, ik heb ook nog ooit nog dagen gehad waar ik van 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds voor het scherm zit. Maar je kan ook in een vergadering die na 4 uur bijvoorbeeld een kwartiertje pauze inlassen, waarvan dat je zegt, oké, mensen moeten even van achter dat scherm. En dan, als ik dan hoor dat de voorzitter ook aangeeft dat zij alle faciliteiten ook voorziet voor mensen die echt thuis moeilijkheden hebben met hun netwerk of met hun digitale toestellen, dat ze ook in het sociaal huis terecht kunnen om geholpen te worden of om daar de vergadering bij te wonen, dan denk ik dat alle elementen aanwezig zijn, Danny, om dit besluit voor de politieke organen toch te bestendigen. Dank u. Dank u wel, mevrouw de burgemeester. Danny, u hebt het woord. Dank u, voorzitter. Wel ja, mevrouw de burgemeester. En
Ik hoor dat graag zeggen, dat burgemeestersbesluit, maar ik heb u gisteren ook gezegd, dat stond er niet op. Het enige dat ik gelezen had, dat was het oude. En daar stond het BCSD al niet in vermeld. Hè. Het is dus maar van gisteren dat ik op de hoogte ben dat het BCSD daar ook in staat. Nu, de deontologische codeschend, daar ben ik het volledig mee akkoord, maar dat geldt natuurlijk alleen voor de leden van het BCSD. Dus de mensen zelf, de gehoorden, die moeten ook vertrouwelijkheid. En dat kunnen we alleen maar garanderen als ze ter plaatse zijn op het comité. Want we hebben de laatste keer iemand gehad, geen namen, maar we hebben de laatste keer iemand gehad die gewoon zei, ik ga dat hier opnemen. En dat kot, dat zat daar vol. Dus het was een kot, hè, geen huis. Het was een kotstudenten. En dat zat daar vol, hè, want ze wou de camera niet opzetten. Dat ging dan blijkbaar niet. Dan moest ze iets anders gaan. En heel dat kot heeft die vergadering daar kunnen meevolgen. Nu, het is klaar en duidelijk, ons eigen huishoudelijk reglement zegt wie dat er aanwezig kan zijn op de vergaderingen. En iemand die gehoord wordt, die kan één vertrouwenspersoon meebrengen, maar geen geel kot. Dat staat er niet in, dus daar zitten we al mee een probleem. Zij moeten ook de vertrouwelijkheid garanderen en dat gebeurt niet. Dat is het eerste. Nu, het tweede, dat is wel, en ik ben daar akkoord, telewerken is verplicht. En we hebben een voorbeeldfunctie, dat klopt ook. En ik was niet zinnig om het aan te halen, maar er zijn ook werken met beeldschermen. Daar zijn ook verplichtingen rond. En 4 uur zal wel wat lang zijn om je pauzes in te lassen. Dus je moet dat ook eens lezen dan. Je gaat dat vinden in de codex, wanneer dat je werkt met beeldschermen, wanneer dat je moet pauzes inwerken. En 5 uur is wel echt te lang. Nu, naar Veerle toe, moet ik zeggen, die 2 personen die in de berging moesten zitten en in hun gang, dat worden nu toevallig mensen van het OCMW zelf. Dus die waren aan thuiswerken en blijkbaar hadden die problemen met hun verbinding. Dat is het dus. En er moeten inderdaad faciliteiten voorzien worden en die zijn voorzien op het sociaal huis. Dus zouden wij heel makkelijk kunnen vergaderen. Trouwens, we hebben daar vergaderd in de zaal boven. En telkens dat er iemand van de sociaal werkers vertrok en de andere kwam toe, dan werd de zitplaats waar zij haar papieren gelegd had, die werd ontsmet. Wij waren ten plaatse, dat was ook ontsmet en wij bleven gewoon ter plaatse. Dus niemand verliet de zaal en de mensen die gehoorden kwamen, alles werd ontsmet. Dat is dus makkelijk te doen. Dus ik zie daar echt geen enkel probleem naar de deontologische code naartoe en naar vertrouwelijkheid. En telewerk, daar ben ik akkoord mee, maar de mensen zelf, ik kijk vooral naar ons huishoudelijk reglement. Dus ik ga in ieder geval de stemming vragen hierover aan de raad. En ik stel dus voor, in mijn voorstel, dat wij dus de vergaderingen terug fysiek doen om de redenen van vooral artikel 4, paragraaf 2 van ons huishoudelijk reglement te garanderen. Vele mensen nog te reageren? Kunnen we naar de stemming direct gaan? Ik denk dat wij kunnen naar de stemming gaan, want ik zou alleen maar herhalen wat ik al gezegd heb. En dat is denk ik niet de bedoeling. Ik kan misschien gewoon nog aanvullen dat het ook bij fysiek vergaderen, als wij gehoorden hebben en zij zetten bijvoorbeeld zonder dat wij ons daarvan bewust zijn hun telefoon aan, terwijl dat zij in de hoorzitting zitten, dan gaat niemand van ons dat merken dan niet en dan schaden zij ook. Dus iedereen die wil, kan op een of andere manier die geheimhouding ontlopen. Maar het is denk ik iedereen zijn verantwoordelijkheid, zowel van de gehoorden, van de medewerkers als van de BCSD-leden, om te doen wat hoort. En ja, dat is zowel zo binnen fysieke vergaderingen als binnen digitale vergaderingen. Dank u wel. Guy? Ja, Tanja is eerst, denk ik. Tanja? Ik heb al gesproken, hoor. Ja, het is de tweede ronde. Het is de tweede ronde, dus... Ja, alleen, we sluiten ons natuurlijk aan bij mijn collega Danny, dat is binnen de fractie wel doorgesproken. Nu, alleen... De reden, mevrouw de voorzitter, en Danny heeft daar juist al naar verwezen, was toch wel op een van de laatste vergaderingen toen dat iemand van op haar kot zei dat ik vroeg, kijk, tijdens een hoorzitting zie ik graag met wie dat ik praat. Hè.
Want uiteindelijk kan dat om het even weten, er zijn zoveel mensen, spijtig genoeg, cliënt bij het OCMW. En zeker op een hoorzitting is het om het allergrootste belang dat je iemand kunt zien. Hè? Want dikwijls aan gelaatsuitdrukkingen kun je ook al zien of iemand zit te liegen of niet. En die deelde gewoon mee, ja, ik zit hier op mijn kot en ik heb geen computer en ik kan mijn camera niet uitzetten. En ik moet dat oppakken van mijn moeder. Allee, het was het een of het ander, totdat ik zei, voilà, als je je camera niet kunt opzetten, dan kunnen we je dossier niet behandelen en dan kom je volgende maand naar ik terug. En binnen 3 minuten had ze een camera en had ze een computer en kon ze online komen. Om maar te zeggen, dat zijn toch toestanden die we toch niet kunnen aanvaarden. Hè. En dan nog, haar camera stond op, maar inderdaad, zoals Danny zegt, die zat daar op haar kot. Ik weet niet dat ze er allemaal meeluisterden, maar goed, wij hebben een geheimhoudingsplicht. Maar hetgeen dat wij zeggen in een BCSD moet ook niet op de straat stelen komen. Plus dat ik er toch al getuige van een totaal gebrek aan respect voor de instelling die het OCMW is. Dat ze voor de raadsleden geen respect hebben, dat hoor ik mij niet aan. Je kunt de mensen niet verplichten, maar we kunnen toch tenminste voor het instituut OCMW respect hebben, want dat is de instelling die hun leefloon uitbetaalt. Dus ik zou er toch willen voor opteren. Er zijn mogelijkheden genoeg. Hè. Er zijn trouwens thuiswerkers inderdaad verplicht, maar ik denk dat de werking van het BCSD, net zoals dat er 100.000 of waarschijnlijk wel een paar miljoen mensen zijn die verplicht zijn om dagelijks te gaan werken, die niet kunnen thuiswerken, denk ik dat dat ook een van onze taken is om dat op een zo deftig mogelijke manier te doen. En daarom, zoals Danny zegt, vragen wij daarover de stemming. En ik hoop dat de meerderheid van de OCMW-raad ons daarin steunt. Want dat komt uiteindelijk komt dat alleen maar de dossiers ten goede. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet met wie dat je praat. En dat je niet alleen hoort met wie dat je praat. Dat je het ook ziet. Oké, ik stel voor dat we overgaan tot de stemming, Danny, van uw voorstel. Ik denk dat alle voor en tegen duidelijk in de vergadering is besproken. Dus ik stel voor dat we over het voorstel, zoals het Danny ook in de chat heeft gezet, stemmen. Tegen der stemming. Thomas. Ja, stemming wordt afgesloten. Nog 10 seconden geduld. Vijftien voor en 17 tegen. Is iemand die ontbreekt dan? Ik vermoed Levi, die zijn stem was niet doorgekomen. Oké. Ik ga ervan uit dat hij voorstemt. Levi. Akkoord. Ja, dan gaan we naar de volgende interpellatie, die van meneer Dazeleer. Die... Ja, momentje. Ja, collega's. Ja, eigenlijk zou ik toch graag eens de stand van zaken willen weten omtrent het voornemen van het schepencollege bij haar aantreden om te zien of de warme maaltijden aan huis en de poetsdiensten dan is om dat niet meer in eigen beheer te houden, maar dat eventueel uitbesteden. Ik wil niet alleen een stand van zaken, maar ik wil ook op vraag van een aantal personeelsleden daar wat duidelijkheid over, omdat er ik heb toch wel verschillende signalen gekregen dat er ongerustheid is. Omtrent dat dossier, blijkbaar is er een hele andere stroomversnelling gekomen. Tenminste, dat zijn de geruchten die leven bij het personeel.
Het zal misschien goed zijn dat, dat het stadsbestuur erover eens klaarheid schept hoe ver dat we daar nu staan. Welke pistes of welke piste er wordt bewandeld. Overal Nino's cateraars of van daarbuiten zijn aangesproken. En misschien zou het ook wel goed zijn voor de collega's in de gemeente, dat er ook voor de mensen thuis, om ook een keer mee te delen. Eén, hoeveel mensen zijn er nu eigenlijk die momenteel een beroep doen op deze diensten, zowel de poetsdienst aan huis als de warme maaltijden aan huis. Hoeveel Nino-dieten staan er eigenlijk op de wachtlijst? Want ik heb zeker wat de warme maaltijden aan huis betreft, is er een wachtlijst. Hoe groot is die? Wat is de gemiddelde wachttijd? Dat is nog belangrijker. En dan vraag 4, ja, wat is de stand van zaken met betrekking tot deze dossiers? Welke concrete stappen zijn er reeds gezet? Wat is de timing op dat vlak? En 2, op welke manier wordt het personeel betrokken bij die operatie en wordt zij ook op de hoogte gehouden van de vorderingen? Want het zal u waarschijnlijk toch niet verwonderen. Dat gaat ook over de mensen, van het feit of dat je dat in eigen beheer moet houden of niet. Dat is ook voor een stuk een ideologische discussie. Gaat het ook vooral ook over de job van de mensen die daar momenteel werkzaam zijn. Je weet ook dat die jobs, dat jobs zijn die meestal uitgeoefend worden, denk ik, door iets oudere mensen. En ja, daar is toch wel wat ongerustheid binnen het personeel. Dus graag daar wat duidelijkheid op. Dank u wel. Zijn er nog mensen die wensen tussen te komen in de eerste ronde, voor ik het woord geef aan de schepenen? Niemand vraagt nog het woord in de eerste ronde? Nee, dan geef ik het woord aan de schepen op een antwoord. Ja, ten eerste wil ik toch wel zeggen dat die diensten, zowel de poetsdienst aan huis als de maaltijden aan huis, in het verleden echt wel hun nut hebben bewezen. Zij speelden in op een behoefte die er was en die moeilijk elders te vinden was. Dat geldt zowel dus voor die maaltijden aan huis als voor die poetsdienst aan huis. En ook in deze crisis hebben we toch wel gezien dat deze mensen het beste van zichzelf hebben gegeven. Nu, wat ook van belang is in deze discussie, dat is dat vroeger heel wat van de mensen, zeker binnen de poetsdienst aan huis, mensen waren die aangeworven waren binnen de GESCO-statuten van vroeger, wat toch als overheid wel voordeliger was qua loonkost. Nu, het klopt dat er een oefening zal gemaakt worden, dus ik spreek in toekomstige tijd, die is nog niet gemaakt, over die thuiszorgdiensten en dat dat ook in ons meerjarenplan staat. En wij hebben dat trouwens ook op de ouderenadviesraad op 11-12-2019 bij het voorstel van ons meerjarenplan toen meegegeven. Waarom willen wij daar een evaluatie van maken? Omdat de situatie toch wel enigszins gewijzigd is. In die zin dat er enerzijds kan vastgesteld worden dat er voldoende andere aanbieders zijn voor deze diensten. En anderzijds lijkt dat de financiële aantrekkelijkheid van ons eigen aanbod toch wel in vraag kan gesteld worden. Nu, wat ook is, we werken natuurlijk met publieke middelen en het is belangrijk om met die publieke middelen een meerwaarde te creëren en proberen datgene te bieden wat niet door anderen geboden wordt. Diensten aanbieden zonder relevante meerwaarde heeft volgens mij weinig nut voor een openbaar bestuur. Nu, uiteraard mogen de huidige gebruikers daarbij niet in de kou blijven staan. Dus wij moeten de oefening nog maken, ik zeg u dat. Maar een aantal voorwaarden zijn daarbij reeds gesteld. 1, de huidige gebruikers mogen niet in de kou komen te staan. 2, er zal ook aandacht besteed worden aan de personeelsleden door die aan boord te houden, door interne mobiliteit en door langzaamaan, stel dat we toch zouden afbouwen, door langzaamaan bepaalde diensten maar af te bouwen, zodat mensen die tegen hun pensioenleeftijd aanzitten
daar ook zouden kunnen, allee, tot dan in dienst kunnen blijven. Joost zal daar straks meer, met meer cijfers, hij is schepen van personeel en hij heeft daar de juiste cijfers over. In 2020 stelden we daarboven ook vast dat nogal wat gebruikers afgehaakt zijn. Enerzijds door het verplichte telewerk vermoeden wij dat er misschien meer mantelzorgers voor die gebruikers gingen zorgen, dat ze misschien zelf een potje meekookten voor hun oudere familielid of misschien zelf het huis gingen gaan poetsen. We hebben dus toch wel een daling gezien in het aantal aanvragen of misschien uit angst om vreemden in hun woning binnen te laten met dat virus. Nu, in een kost-en-batenanalyse merkten wij al snel dat het concurrentieel nadeel van ons openbaar bestuur op bij andere aanbieders van maaltijden aan huis wordt gewerkt, vaak met flexijobbers of met gepensioneerde mensen. En dat maakt toch wel een groot verschil in de personeelskost. En bijvoorbeeld de mensen die via dienstenchecks bedrijven aangesteld worden, die dienstenchecks bedrijven krijgen ook een vergoeding voor deze mensen. En je ziet dus, als we de huidige tarieven van onze diensten vergelijken met random genomen andere aanbieders, dan zien wij dat bijvoorbeeld de poetsdienst aan huis bij ons, het huidige tarief is €9,54 per uur, terwijl het tarief van de dienstenchecks €9 per uur is en na fiscale aftrek nog €7,20 per uur. Dus in feite betalen onze mensen meer dan dat ze zouden betalen moesten ze via een dienstencheckbureau werken. Als het gaat over de maaltijden aan huis, dan zijn de tarieven bij ons als volgt. 7,43 is het standaard tarief. 5,58 is het tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming. En €3,71 is het tarief voor personen met een kansenpas. Nu, als we kijken naar een aantal andere aanbieders, dan zien wij prijzen die variëren tussen €5,99 is zowat de laagste die we gevonden hebben en zo €9 daartussenin liggen prijzen wat als het gaat over traiteurs die maaltijden aan huis aanbieden. Dus ook hier geldt dat de aanbieders zeker niet altijd duurder zijn dan het aanbod die wij voorzien. Nu, om antwoord te geven op uw vraag rond het aantal gebruikers, dan is dat voor de poetsdienst aan huis 138 mensen per maand. De maaltijden, dat gaat over 117, maar het aantal per dag schommelt momenteel tussen 60 in het weekend en 95 in weekdagen. Kunnen die aantallen herhalen, alstublieft, wat kan je kunnen doen? Ja. Ik wil ze eventueel ook doorsturen, maar ik zal ze nog eens herhalen. Poetsdienst 138, maaltijden 117, maar dat aantal schommelt wel dagelijks. Hè. Dus dat is niet elke dag 117, dat is bijvoorbeeld 60, meestal in de weekends, 95 op weekdagen. Vroeger was dat in het weekend meestal 90 en in weekdagen 140. Dus daar zien we toch wel een serieuze daling. Als het gaat over de wachtlijsten, voor de poetsdienst is er geen wachtlijst. Als het gaat over de maaltijden aan huis zijn er 50 inschrijvingen, maar dat zijn niet altijd actieve inschrijvingen. Dat betekent dat sommige van die mensen nog op de lijst staan, maar ondertussen wel al een andere aanbieder hebben genomen om zich te voorzien van die maaltijden aan huis. Nu, de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat de verantwoordelijken van die thuiszorgdiensten sinds januari 2021 versneld in bevallingsverlof is gegaan en een vervanger werd nog niet gevonden. Dus als het gaat over die wachttijden,
heb ik daar op dit ogenblik niet zo goed zicht op, Guy. Dat antwoord moet ik u op dit ogenblik schuldig blijven. Nu, met de sectorcoördinator werd de afspraak gemaakt om tegen eind 2020 een dossier over deze diensten op te maken. We hebben dat niet kunnen doen omwille van de coronacrisis en dat er andere prioriteiten dan dit dossier natuurlijk waren. Maar wat belangrijk is, zijn het meenemen van die prioriteiten in de evaluatie. Dus ten eerste mogen de huidige gebruikers van de diensten niet in de kou komen te staan als de beslissing tot overdracht na deze diensten en dus naar andere diensten, externe diensten, toch zou genomen worden, dan zal onze dienst de huidige gebruikers begeleiden naar een andere aanbieder en een voorstel doen, ook van financiële compensatie, voor gebruikers die nu aan een lager tarief die diensten krijgen via ons. Als het gaat over het personeel, daar ga ik Joost straks even laten bij stilstaan. Maar wat voor mij dus nog belangrijk is, is dat wij door deze operatie wel toch een aantal voordelen zouden kunnen of zouden zien. In eerste instantie is het een serieuze kost op dit ogenblik. Zowel de maaltijden aan huis als de poetsdiensten aan huis. Met dat vrijgekomen budget zouden wij compensaties kunnen doen in de meerkost van die externe diensten. En waar dat je ziet dat die compensaties nu alleen maar gelden voor de mensen die van onze diensten gebruik maken, de senioren die van onze diensten gebruik maken, zou je met dat vrijgekomen budget natuurlijk er kunnen voor zorgen dat dat geldt voor alle mensen die van deze diensten gebruik maken. He, dus dan zou daar moeten een procedure rond uitgewerkt worden. En bestaat dus de kans dat waar dat je nu 150 mensen tevreden stelt, dat je toch wel een grotere groep van senioren kunt tegemoetkomen die het financieel wat moeilijker hebben. En we weten dat oudere mensen soms wel een heel laag pensioen hebben en voor hen zou zo'n extra tussenkomst in maaltijden aan huis of in poetsdienst aan huis extern toch wel een meerwaarde zijn. Daarnaast willen wij ook wel extra zorg aanbieden, zorg die op dit ogenblik niet op de markt is. U weet dat wij een mobiel sociaal huis hebben. Dat mobiel sociaal huis die gaat bij alle 65-plussers aan de deur kijken of dat zij voldoende kennis hebben over hun rechten, of dat zij vragen naar onze diensten hebben. Maar wij willen die dienst uitbreiden met een voltijdse ergotherapeute aan huis, die dan oudere mensen zouden kunnen helpen om hun woning, om het thuiswonen gemakkelijker te maken. We zien immers de tendens dat heel wat ouderen hoe langer of langer in hun eigen woning wensen te blijven. En ik denk dat een goede zaak is, want in uw eigen huisje, daar heb je tenslotte nog altijd meeste vrijheid. Maar die ergotherapeuten zou kunnen advies verschaffen aan deze mensen, hoe dat zij daar dan kunnen voor zorgen dat hun woning zo optimaal mogelijk ingericht is om aan hun zorgbehoeften toch te voldoen. En daarnaast zal er inderdaad op toegekeken worden dat ook voor het personeel, dat met alle zorg de personeelsleden omkaderd worden en binnen onze organisatie blijven te werk gesteld worden. Maar zoals gezegd, ik laat daarover graag Joost even antwoord. Joost. Ja, goedenavond iedereen. Voor de geïnteresseerden in de problematiek of de vragen over personeel. Beste collega Guy, ik ga beginnen met de poetsdiensten aan huis. Het zal een klein beetje technisch zijn. Dat we die beste maar af zijn. Het zal een beetje technisch zijn, dus als er vragen zijn, kunnen die straks stellen.
Dus de poetsdienst aan huis werkt momenteel met 14 medewerkers. Daarvan gaan er 2 in pensioen begin 2022, waardoor er binnenkort maar 12 overschieten. En allen hebben een contract van onbepaalde duur. Nu, van die medewerkers zijn er momenteel 6 in halftijds, 3 fulltime en 4 die 4/5 werken. Dus van die 12, daarvan zijn er 10 die momenteel 8,8 VTE actief aan de slag zijn en 1,2 VTE die aan verminderde prestaties werken. Dus 2 in pensioen begin 2022, waardoor het actief VTE daalt naar 7,4 VTE. Ik ga straks iets zeggen over wat dat we daar gaan mee doen, hoe dat we die overdrachten zien. Nu eerst de maaltijden aan huis. Ik bedoel dan de personeelsbezetting. Dus voor de maaltijden aan huis hebben we momenteel 7 medewerkers, waarvan er ook 2 in pensioen gaan in 2022. Van die 7 medewerkers zijn er 4 statutaire. Eentje daarvan is langdurig afwezig tot pensioen. En 2 van die 4 gaan dan nog eens in pensioen in 2022. Dan zijn er 2 met een contract van onbepaalde duur, waarvan de eentje langdurig afwezig is al 6 maanden. En dan is er nog 1 met een contract van bepaalde duur, die nog maximaal verlengbaar is tot eind 2022. Eind 21 zie ik hier staan, sorry. Dus we hebben daar 5,9 VTE en daarvan is 3,7 VTE actief aan het werk. 0,8 is afwezig tot pensioen, 0,4 is verminderde prestaties en 1 VTE langdurig afwezig. Dan 2 in pensioen in 2022, waardoor het actief VTE daalt naar 2,9 VTE, want 1 langdurige afwezig zou dan terug zijn. Daarboven kan het contract van de medewerker met een contract van bepaalde duur na 31 december 2021 niet verder verlengd worden, zodat in principe nog om 3 medewerkers gaan die goed zijn voor 2,4 VTE. Nu, om een idee te hebben over het bedrag dat wij uitkeren aan personeelsbezetting. En hier moet ik wel zeggen, de cijfers die mij bezorgd zijn, zijn de cijfers van 2018, maar dat geeft toch wel al een indicatie. Voor de poetsdienst aan huis is de personeelskost €574.000 per jaar. En voor de maaltijden aan huis was de personeelskost €299.000 per jaar. Een bijkomend argument om de efficiëntiewinst te laten resulteren in een betere werking, zoals Veerle daarnet heeft voorgesteld, is het autopark die eigenlijk volledig einde termijn is. En dus het was ofwel verder gaan, maar dan ook volledig investeren in nieuwe auto's, ofwel een nieuwe piste bewandelen, de piste die Veerle u daarnet heeft voorgesteld. Nu, wat de opties betreft over de overdracht van de thuiszorgdiensten. Dat zijn 3 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is een detachering. En dat kan zowel voor contractuelen als voor statutaire. In principe hebben we geen toestemming van het personeelslid nodig. Het personeelslid blijft bij dezelfde werkgever en behoudt zijn rechten. De tweede mogelijkheid is een overdracht naar een andere aanbieder. Dat kan voor contractuelen. Maar overdracht van statutaire naar private aanbieder, dat is niet mogelijk. Het behoud van bezoldiging en geldelijke anciëniteit kan wel, maar niet de secundaire arbeidsvoorwaarden. En bij een individuele overdracht is dus toestemming van het personeelslid nodig. Bij een collectieve overdracht is dat niet nodig, maar behoudt het personeelslid gedurende een beperkte periode wel alle loon- en arbeidsvoorwaarden. En dan een derde optie is ontslag. En dat kan enkel voor contractuelen, dat zijn de regels van de wet op de arbeidsovereenkomst die dan gelden. Dus dat kan niet voor statutairen. Wat daar wel mogelijk is, is disponibiliteit wegens ambtsontheffing met wachtgeld. Voilà, dat is tot hier mijn eerste tussenkomst. Dank u wel voor deze uitvoerige eerste ronde. We gaan naar de tweede ronde. Vooraleer dat ik meneer Dazeleer het woord geef, zijn er nog andere mensen die hierover wensen in de tweede ronde tussen te komen.
Ja, meneer de voorzitter. Ja, doet u maar, Renat. Jawel, ik wou Veerle een beetje helpen. Want een wachtlijst voor het verdelen van het eten van de maaltijd naar huis is er altijd geweest en is er nog. En als je nu iemand inschrijft, is het nog altijd wachten. Ik heb het in al die jaren niet anders geweten als een wachtlijst. Het is toch nog een wachtlijst. Maar als die verantwoordelijke niet meer in werking is, moet er toch iemand dat opvolgen. Dat ze dat kan weten. Kan toch niet zeggen dat ze, dat haar verleden in donder loopt. Ja. Tot daar. Dankjewel, Renaat. Zijn er nog andere mensen voor ik het woord geef aan de interpellant? Nee. Meneer Dazeleer. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is niet echt een politieke interpellatie, maar ik denk toch wel dat het ook voor de collega's in de OCW dat het goed is dat daar ook eens duidelijkheid wordt verschaft en wat meer informatie wordt gegeven. Ja, ik heb aanspraakcijfers gekregen, ik heb ze trachten op te schrijven. Maar goed, dat is me eerlijk gezegd niet allemaal gelukt, dus ik vraag aan de collega's dat ze me die gegevens nog eens doormailen ook. Zodat ik me op mijn gemak eens kan bekijken. Nu, ja, ik hoor dat er voor de poesdienst geen wachttijd is. Hè. Dat zal waarschijnlijk ook voor een stuk aan de prijs liggen, zoals veel heeft gezegd. En dat er voor de maaltijden aan huis een vijftigtal wachtende zijn die dan worden toegeleid naar andere aanbieders, als ik me niet vergis. Ik had het vooral alleen de reden waarom dat ik het vroeg, is één om eens te weten, ja, wat is de visie in het stadsbestuur daaruit ontwikkeld. Ja, het federale eerste antwoord bleek dat er nog moet bestudeerd worden, dat er nog een keer moet bekeken worden. Terwijl dat ik toch wel om meer antwoord heb gehad. En ook de andere schepen, de informatie die andere schepen heeft, blijkt toch al dat die piste, dat eigenlijk de beslissing al toch wel genomen is om dat inderdaad uit te besteden. Wat ik alleen zou willen vragen is om wat op vaart te zetten achter die procedure. En duidelijkheid te scheppen. Dus ik denk, tussen de regels kunnen we dat hier wel horen, hè, dat we naar het afstoten gaan van die diensten. En ik denk dat vooral, hoe weinig dat het er ook zijn, dat personeelsleden zijn die daar wakker van liggen. Of dat er dan nu 2 of 5 of 10 zijn er inderdaad niet meer zoveel. Dat maakt eigenlijk weinig verschil voor die mensen. Individueel schept dat toch wel wat vragen. En hoe langer dat die onzekerheid duurt, hoe meer vragen dat natuurlijk opwerkt. Ja, veel heeft er een aantal pistes in tegenstaan, dat er zo gezegd niet beslist is, toch een aantal pistes meegedeeld in verband met mogelijkheid tot financiële compensatie voor mensen die nu een lager tarief kunnen gebruiken. Maar ja, we moeten wel zien, ik vind dat onderzoeken waard, maar dat is natuurlijk wel een aantal valkuilen, dat raakt een aantal valkuilen in zich. Maar bijvoorbeeld, ja, de happy few die dan nu nog gebruik kunnen maken van de diensten van de maaltijd aan huis van het OCMW, die zullen dan ook in de toekomst aan dat lager tarief kunnen blijven genieten, ook als dat wordt overgedragen aan een andere aanbieder. En velen zegt, ja, we kunnen zelfs overwegen om met het uitgespaarde geld iedereen te compenseren als ze een maaltijd aan huis bestelt bij een privé. Natuurlijk, daar valt veel over te zeggen. Ik heb daar nu ook, want het is al veel informatie die ik gekregen heb, geen kant-en-klaar standpunt over. We moeten juist zien dat we met onze tussenkomst die markt ontwrichtend werken natuurlijk. Ik denk dat dat wel belangrijk is en ik richt me dan in eerste instantie ook tot de liberalen, als ze nog zijn, maar Dirk is er zeker nog een van, dat weet ik, tot de liberalen in deze meerderheid. Niet iedereen is natuurlijk aanbieder van maaltijden aan huis. Er zijn ook nog gewoon mensen die restaurants hebben, die dagschotels aanbieden en dergelijke meer. Ik denk dat dat allemaal toch wel mee in ogenschouw moet nemen als je daar ingrijpende beslissingen neemt. Nu, er zijn een aantal cijfers gegeven in verband met de kostenprijs. Het gaat dan van €574.000 per jaar voor de poetsen aan huis tot maaltijd aan huis €299.000. Dat is rap gerekend een kleine €900.000 per jaar.
En de vraag is dan ook, ja, wat als we dat afstoten, dat zal waarschijnlijk toch allemaal geen winst zijn, is dan lekker dan berekend in welke grote orde dat de winst zal zijn die men realiseert. Wat de overdracht van het personeel betreft, ik zeg het, het gaat uiteindelijk, als ik het zo hoor, niet zoveel over niet zoveel mensen meer. Ja, ik zal die mensen toch een keer samenroepen en een stand van zaken geven. Hè, want die vragen geven toch bij een aantal mensen, dat zijn ook toch wel specifieke beroepen die ze uitoefenen. En ik zei het, de ouderdom, de gemiddelde leeftijd van mensen die daarin actief zijn, delen, zoals jij dat ook wil weten, is meestal wel hoger dan de gemiddelde leeftijd op het normale arbeidscircuit. Waar ik eigenlijk niks over gehoord heb, of moet zijn dat ik het terwijl ik kan zeggen. De afronding, Guy, alsjeblieft. Ja. Nog 15 seconden. Ook de mobiliteit binnen de administratie zelf is al besproken met mensen. Dus dat is in de plaats van mensen over te dragen naar de PV en problemen, statuten, aangezien het er toch niet over veel mensen gaat, is dan voorgesteld om eventueel een andere functie te geven binnen de organisatie. Ik denk dat dat eventueel ook een mogelijkheid zal zijn. Dank u wel. Dank u wel. De tijd is voorbij en excuses. Zijn er nog mensen? U komt straks trouwens nog een keer als laatste aan woord als interpellant. Zijn er nog mensen voor ik de schepenen opnieuw het woord geef? Ik zie dat Joost nog mensen reageren. Ik ga er vanuit ook Veerle, maar misschien eerst Joost. Ja. Ja, meneer Daveleer, inderdaad, die beslissing is genomen. Hè. Allee, je hebt ook de formatie goedgekeurd. Ik vraag me af of je die dan niet goed gelezen hebt, want daar konden we dat goed in zien. Dat zowel de poetsdienst aan huis als de maaltijden aan huis daar niet meer bij stonden. Nu, dat zorgt ook voor extra klanten bij lokale instanties. Hè, zoals poetsdienst aan huis zal zorgen voor wat meer werk bij Werkpunt. Maaltijden aan huis zal misschien zorgen voor meer werk bij Meal at Home en dergelijke. Je had ook een vraag gesteld in verband met de kostprijs. Ik kan u terug de cijfers van 2018 doorgeven, maar ik bezorg u dat dan wel nog eens per mail. De poetsdienst aan huis had een negatief jaarsaldo van €408.000. En de maaltijden aan huis hadden een negatief jaarsaldo van €329.000. Het feit dat we voor de poetsdienst aan huis kunnen we inderdaad, allee, er is genoeg poetswerk in de stad, kunnen we inderdaad zorgen voor interne mobilisatie. Waardoor dat we ook in eerste instantie, als we, ik weet niet hoeveel mensen, een achttal mensen overhouden, ook wat minder selecties gaan moeten doen. Dat geeft ons ook wat ademruimte op de personeelsdienst. En dan ja, beseffen wij natuurlijk dat een eventuele overdracht van deze diensten wel een grote impact zal hebben op de huidige medewerkers. Maar zoals gezegd, gaan een aantal van hen binnenkort in pensioen en voor anderen zullen we dan zeker een oplossing vinden binnen de huidige organisatie. En we zullen een infosessie daarover met de medewerkers zo snel mogelijk houden nadat de definitieve beslissing van de werking zoals velen ze heeft voorgesteld, heeft bekend is. En als conclusie kunnen we stellen dat we van mening zijn dat een eventuele overdracht van deze thuiszorgdiensten een win-win situatie kan opleveren voor alle betrokken partijen, want we zorgen voor financiële efficiëntie binnen het stadsbestuur. Publieke middelen zijn schaars en dan is het belangrijk een meerwaarde te creëren met het aanbod dat we daarmee organiseren. En dat doe je door mensen aan te bieden die niemand anders aanbiedt. Andere aanbieders, meestal lokaal, kunnen zo hun klantenbestand uitbreiden. We zorgen ervoor dat de huidige gebruikers geen nadeel ondervinden van deze overdracht. En voor de huidige medewerkers wordt een oplossing gezocht binnen de eigen organisatie. Beter kan dat niet zijn, denk ik dan. Dank u wel. Ik zie dat ook de burgemeester het woord vraagt. De burgemeester. Ja, excuseer meneer de voorzitter, mijn chat. Nee, maar ik kon niet chatten. Je hebt ook al het woord op het laatst gevraagd in de tweede ronde, Guy. Dus, is dat een probleem? Ja, allee, bij het begin van de tweede ronde vraag ik telkens malen wie het aan het woord wilt. Dus ik, allee, het is op een of andere manier
niet gelukt om in de chat te zetten. Ja, en vandaar dat ik het inderdaad ook gezien heb en je het woord geef. Oké, dan. Ik wou toch wel even heel kort, ik ga het niet lang trekken tussenkomen, omdat meneer Dazeleer zegt, ja, met de liberalen erbij. Nu, het is zo dat wij in het verleden ook al een kerntakendebat gehad hebben over bijvoorbeeld de strijkwinkel. Dus we hebben die in der tijd ook stopgezet, omdat er toch wel een vrij omvangrijk privéaanbod is. En dan moet je dat ook respecteren. En daar zijn twee belangrijke elementen in wat de maaltijden en poetsen aan huis betreft. Dat is enerzijds dat er een zorg is voor het personeel. Dat is een terechte bekommernis van u. Maar ik heb dat ook gehoord bij de schepenen die aan het woord waren, Veerle en Joost. En een tweede belangrijk aspect is ook wel dat als er overgeschakeld wordt naar privébedrijven, dat er vanuit het OCMW ook altijd sociale correcties moeten toegepast worden voor de mensen die het ook financieel moeilijk hebben. En zeker bij die senioren zijn er toch een aantal mensen die daar zullen beroep op doen. Nu, wat maaltijden en poetsen betreft, moeten we toch ook wel erkennen dat er heel wat private partners en organisaties zijn die dat aanbieden. En ik denk ook dat men in het OCMW zeker en vast aandacht zal hebben om de mensen te begeleiden naar die bedrijven en organisaties. Dus ik vind het toch wel belangrijk dat ik meegeef dat het niet de eerste keer is dat we zo'n traject doorlopen en dat we dat op een goede manier doen met zorg voor personeel en voor de klanten. Dank u. Dank u wel, Veerle. Ja. Ik wil toch ook wel nog even iets zeggen over die zorg voor het personeel. Deze beslissing, Joost heeft dat gezegd, die staat in de budgetten vanaf 2022. Dat was net, Guy, omdat er op dat ogenblik mensen die inderdaad al wat ouder zijn en die je bijna ook geen andere functie niet meer kunt toekennen dan deze die zij nu uitvoeren, op pensioen gaan. Dus we hebben daar rekening mee gehouden met de pensioenleeftijd van de mensen. We kunnen ook, om naar het personeel toe ervoor te zorgen dat zij binnen onze organisatie kunnen blijven, kunnen ook die maaltijden of die poetsdienst aan huis geleidelijk aan afbouwen. Dat hoeft geen bruske overgang te zijn, waarbij dat je eerst bijvoorbeeld vooral de mensen die niet bijvoorbeeld aan de sociale tarieven diensten aan huis krijgen, waarbij dat je eerst hen overdraagt, want zij hebben er dan ook het meeste voordeel aan een externe aanbieder, omdat die meestal zelfs nog goedkoper zijn. En zo ga je ook ervoor zorgen dat die overdracht goed genoeg gebeurt. Uw opmerking over die Happy Few, ik vind die zeer terecht. Hè. Ik denk trouwens ook niet dat wij dat zouden mogen om alleen voordelen te geven aan mensen die nu van die OCMW-dienst gebruik maken en naar de toekomst toe van externe diensten zouden gebruik maken. Als wij zoiets gaan creëren, dan gaan wij er moeten voor zorgen dat wij een kader creëren die, ik zeg maar, aan eisen, bijvoorbeeld, het is alleen voor de senioren, mijn zorgbudget of mijn uitpas aan kansentarief, waar wij een bepaald voordeel aan geven. Dus wij gaan ons dan sowieso niet meer kunnen beperken tot die enkelingen. En dat is net de meerwaarde die ik wel zie, dat je er kan voor zorgen dat mensen die nu, omdat ze op de wachtlijst staan, of omdat ze misschien liever bij die ene persoon gaan, dat ze toch een korting kunnen krijgen als het ook blijkt dat zij het financieel heel moeilijk zouden hebben. Dus daar gaan wij naar de senioren toe, denk ik, een extra service leveren. En dan ten derde met die ergotherapeuten aan huis. Ik denk ook echt waar dat dat iets is. Dat is een dienst die op dit ogenblik niet bestaat en waar wij kunnen echt op een behoefte inspelen die leeft bij oudere mensen. Door hen dat advies te geven over hoe kan ik zorgen dat ik zo lang
mogelijk in mijn eigen huis kan wonen. Dank u wel, mevrouw De Schepenen. Meneer Dazeleer, u hebt het laatste beschouwende woord. Ja, ik vind het wel raar. Bij het begin van mijn vraag zegt mevrouw Kozijns dat er nog een studie moet gebeuren en dat alles moet tegen het licht gehouden worden, kosten-batenanalyse. Het was eigenlijk weinig concrete oefening, moet nog gemaakt worden. Dus dat leek dat er eigenlijk nog niks beslist was. Ik vroeg me dat af. Ik zeg het mevrouw Schiep dat niet op de hoogte dat er binnen het OCMW toch ook al contact genomen is met private aanbieders en dergelijke meer. En dat wordt dan een keer door haar collega het Schepencollege als een vaststand feit dan hier naar voren gebracht. Dus ja, misschien moet het binnen het Schepencollege terug eens de violen gelijkgestemd worden. Hè? Want dat zijn op 20 minuten tijd twee verschillende antwoorden van nog niks beslist, weinig concrete oefeningen moeten gemaakt worden. Doet alles is al beslist en we gaan zorgen en dat zijn de mogelijkheden om het personeel over te brengen. Goed, we zullen dan wel zien wat we gaan zien, maar een eenduidig antwoord was dat toch niet. Wat dat voor ons belangrijk is, collega's, dat is één, dat de mensen die veel beroep doen op een van beide diensten een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening blijven krijgen en wat de maaltijden aan huis betreft, want ik maak daar toch wel een onderscheid onder, wat de maaltijden aan huis betreft maak ik mij daar geen zorgen over, omdat de privé-aanbieders, er is heel veel concurrentie onder die mensen. Er zijn er zoals in ook een x-aantal die dat aanbieden. Dus het is in hun eigen belang dat de kwaliteit zo hoog mogelijk is en de prijs zo schappelijk mogelijk. Ik maak mij er wel meer zorgen wat de poetsdiensten aan huis betreft. Omdat daar, dat je daar toch weer een aantal grote spelers op het terrein zit. En waar ik toch wel zie, dat zeker op het vlak van personeel, dat er daar bij die private diensten heel veel personeelsverloop is, dat de arbeidsomstandigheden anders zijn, we moeten daar toch wel eerlijk in zijn, dan bij het OCMW. Ik denk dat de werkdruk en dergelijke meer daar veel groter is, en dat terecht of is dat niet terecht. Ik laat me daar niet over uit. Maar dat scheelt nogal van aanbieder tot aanbieder, en ik heb het dan wat de koersdiensten aan huis betreft. Ik hoop in ieder geval dat we zeker wat betreft de statuten en zeker wat de koersdiensten aan huis. Ik heb gehoord dat die diensten worden afgebouwd, mensen op pensioen, mensen die ziek zijn, dat je die perfect gaat kunnen inschakelen in je interne organisatie. Omdat ik denk dat de meeste mensen waarschijnlijk toch wel liever in het stadsgebouw werken. Allee, dat is toch wel de ervaring die ik heb in het OCMW, dat er heel veel vraag is van mensen die poetsen aan huis om in het gebouw te komen om hun bladeringen te gaan poetsen. Dus ik denk dat die omslag wel, wat dat die sector betreft, op een vlotte manier zal verlopen. Anders is het denk ik een beetje wel met de mensen voor de maaltijden aan huis. Dus ik vraag aan het Schepencollege dat de cijfers die allemaal zijn opgenoemd en waarvoor ik jullie dank. Ik hoop dat er de collega's ook iets aan hadden misschien. Dan hebben die ook nog een keer schriftelijk mailt, zodat ik nog een keer nader kan bekijken. En vooral dat infosessie die op de stapel staat met personeel. Hoe weinig dat het er ook nog zijn, dat zo vlug mogelijk doorgaat. En dat ons daar ook verder van het looptaal op welke manier dat zijn vervolg kan krijgen. Dank u wel. Daarmee sluiten we, collega's, de open vergadering. Dank ik alle toeschouwers, luisteraars via Nien of Media voor het beluisteren en het bekijken van deze zitting.